Hallo allemaal en leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van GTA 5. Ik heb heel lange tijd niet meer gefilmd, sorry daarvoor. Het komt gewoon omdat ik ben gewoon verslaafd geraakt aan GTA gewoon. Op school natuurlijk. Ja, sorry daarvoor. Je ziet misschien wel een titel. Ik heb de Arena War gekocht. En net zo toen ik juist hier een beetje zit, met kieken zag ik een beetje dat ik me doorheen kon kijken, maar nu zie ik het niet meer. Maar ja, dit is mijn chopper die ik trouwens heb gekregen van op kerst. Maar ja, dit is dus ik kan wel eventjes naar binnen gaan, hè. De Maze Bank Arena. En dit uitzicht, jongen, niet normaal. Holy fuck. Helaas, ik vind het echt jammer dat je niet erop kan lopen, hoor. Dat vind ik wel echt fucking jammer. Als ik dat had gedaan, jongen. Oh, ik had gewoon 500 euro uitgegeven aan Rockstar gewoon. Zo vet is dit gewoon. Ja, dit is dus mijn office. Ik kan het ook. Ik ga het aanpassen. Wacht, dan kan ik ook liever hier zien. Ik ga even mijn office even aanpassen. Wat is dit? Nee, ik kan het niet doen. Office stijl. Laat ik deze doen, modern. Wow! Oh shit, het ziet er veel vetter uit. Oké, dit is... Hier kan je dus jobs doen. Ja, kan je dus jobs doen. Laat ik even naar beneden lopen. Ik vind de outfit fucking vet, ouwe. Kijk hoe groot hoofd ik heb. Fucking leuk. Ja, dit is dus mijn workshop. Dit is de manneke die voor mij alles verzorgt. Met je gouden ketting. Maar hij wil eens een keer hoofd, de lading van die dingen. Dit is dus mijn garage. En mijn enige auto die hier staat is mijn Nightshark. Die vond ik wel goed genoeg om hier te laten staan. Wacht, ik word geroepen. Wat? Heb ik al gedaan? Wacht even, ik ben zo terug. Oké, we gaan even. Oké, bij de garage. Garage level B1. Die heb ik gekocht. Dat was gewoon, die kocht ik gewoon, want ja, ik moest wel eentje hebben. Ik dacht van ja. Dan doe ik die zo vast bij mij. Maakt eigenlijk helemaal niks uit. Laat ik. Weer terug gaan. En laat ik even een missietje starten. Gewoon even een jobje doen. Dat is wat we doen. Is die intro fucking vet, ouwe. Holy moly, dit is vet. Zo'n mannetje. Level 1000, ja, dit is hack. Dit is hacking. You're hacking. You're fucking hacking.
It's Arena War and okay. People are ready for some carnage. Brought to you by Redwood Cigarettes. Relax, people. You only live once. Hello, everyone. I'm Al Jarome, here with legendary stuntman and politician Jock Cranley. Well, thanks, Al. It's going to be carnage here tonight, like Pledge Week at a state school. So. I was going to those things until I was 55. Ah, okay. A last man standing wins. The rest... Losers, Al. Losers. Nobody likes losers or poor people. It's the entertainment event of the decade here on Arena War. Short-form entertainment for the selfie generation. Update. Je neemt wel die tank. Heel veel mensen in die tank. Oh nee. Ja, ik zelf heb nog geen Arena War auto. Ik wil wel graag eentje hebben. Dat wil ik wel heel graag. Nou, als iedereen een way klikt in, dan kunnen we weer verder gaan, hè? Oh, ik kan ook de range. Oh, ik kan verschillende outfits aan doen. Nou. Wat iemand echt lekker boos. Hallo, hoe is men nog steeds? Hit or miss, I guess they never miss. Ha, oké, fuck shit. Wat is de bedoeling hiervan? Die hard voor je, dat ik het over maken die handel. Oh, that takes us to 14 contenders. Arena War wheel spinning. Ja, oh, daar rijdt je motor. Daar ga ik volledig hard aan rijden. Lekker op. Jezus. En mijn man, nu zit ik hier vast. Kadoren. Ja, verdomme. Ik krijg toch de pest. Oh ja, het is waar ik mag spinnen. Yes, $6,000. Chill. Nou, dan ga ik even spinnen. Oh, dit is een jackpot van 10.000. Godverdomme. Laat maar, ik heb niks gezegd. Tering, dat ga ik hoge levels niet. Check echt hoe dan. Hallo? Ik kan de drone even gebruiken. Oh jezus, ik ben dood. Jeez.
spinning. Careful out there. And with that, we are down to 5. Down to 4. This is getting intense. Whoa! I don't think you're having dinner with Mom after that turret kill. Keep an eye on those protected descendants. Ik heb eigenlijk helemaal niks te betalen. Ja, zie, ik hoef helemaal niks te betalen. Misschien heb ik iets unlocked of zo. Hold up. Looks like the gun tower is fired up. Arena war wheel spinning. Could mean trouble. Oh, Jesus. Zorg ervoor dat hun het niet meer overleven. Met zijn grote hoofd in. Ja hoor, we hebben een winnaar. 13e geëindigd. Oh, we zitten meteen. We hebben einde. Jezus man, wat een kut host. Wat een goor, tering host. Wat een kut host, man. Wat een kut host. Homo. Groot hoofd. Wat zou ik nu doen? Nee, ik weet gewoon. Ik kan misschien nog even het andere warehouse van mij laten zien. Ik span gelijk hier. Hey. Closing and available to pressure. Hey, ik heb dus iets unlocked. Rick, skull. Switch het kut met kut armbandjes. Ga je zeggen? Niet zeggen zomaar. Oh jezus, die vloog de lucht. Ik vind het wel jammer. Wat ik echt heel jammer vind. Dat je niet zo nu naar binnen kan gaan. Dat vind ik echt kut, ouwe. Waar vroeger waren rare glitches te wonen. Oh jezus. Workshop level. Pak even mijn nightshirt. Dan ga ik wegcrossen. Wat naar de kleding shop dan, hé? Ik kan even mijn hangar nog even laten zien. Want ja, ik heb een hangar. Bunker hebben jullie al een keer gezien in de video. Nachtclub volgens mij
Oh, wacht, ik ga even checken. Nou, ik weet even niet in 1, 2, 3. Oh, kom ik alweer van die andere YouTubers tegen? Ik denk het wel. Ik denk het dat je het een keer laat zien. Let's go! Perfect! Heb je een nieuwe outfitje voor mij? Nee, het is niet hier ergens van. Was het misschien ergens bij de... een van de tops misschien? Er zijn niet zo heel veel van een designer, what the fuck? Oh, echt een pimps hoor. Oh, Arena Ward. Ja, zie je? Ik heb allemaal dingen unlocked. Ik ben man is unlocked. Ik kan wel kopen, maar dan is het wel duurder. Kijk, dit heb ik unlocked. Fuck is dit? Waarom zou ik... Deze is wel cool. Dit is fucking cool. Oh, dat is een t-shirt van die Space Monkey. Hey, Burgershot. Ik had elke keer zo'n Burgershot pet gekocht. Hey, weer. Hij is terug. Jezus, zou ik deze gewoon aandoen? Nee. Hou het lekker met mijn oude pankie. Hey, Burgershot. Hey, cola. Oftewel Ebola. Oh, wacht, het is het game. Het is eigenlijk het soort van het zogenaamde gamebedrijf van GTA. Als je bijvoorbeeld een spelletje gaat spelen bij je office, zie je altijd dit, dit voor eerst voor je scherm. Wat meer? Ja, het is een Burgershot. Sprunk. Hey, what the fuck, Sprunk? Die zit de gangster uit te houden? Ja, klaar. Pilletjes. Oh, Burgershot ziet fucking vet uit te houden. Oh jezus, oh wacht, dit is echt pimps. Oh, ik weet dat ik ga kopen. Jezus, die dingen zijn fucking duur. Ik kijk nu heel even naar die prijzen, fucking duur. Nou, ik wil een mooie shirtje kopen. Laat ik even verder kijken. Deze fucking fut. Dit is ook wel fut hoor. Oh my god, fucking kidding me. Don't do... Ja. Doe ik. Pizza. Iemand druk met pizza's, iemand druk met frietjes. Jezus! Nou, als je echt een bierfan bent, dan moet je gewoon deze kopen.
weet je, ik koop deze. Kocht. Dan kijk ik ook meteen even naar de broeks. Of misschien iets leuks. Van Nightclub. Oh, Nightclub, we are in a war. Wat? Dan te vet. Ik zweer, serieus. Army. Hoezo? Daar hebben we de gunnen mee, joh. We hebben genoeg army shit. Wat is dit? Ik moet goed kijken naar de naam. Als ik iets vind met fries, komen we gelijk. Oh. Nee. Ik wil een mooie. Nee, ik wil toch wel een mooie. Nee, ik hou het gelijk bij deze. Binnen op. Waar zit die head nou? Hier, deze. Wacht, kan ik ook kijken voor Arena War shoes? Hier. Shoes. Ja, die zijn er. Holy fuck, ouwe. Het ziet er dan te vet uit. Zie, als ook ergens eentje is van een laag prijsje, koop hem. Oh, nee. Oh, dat is zo jammer. Die wil ik wel graag hebben, hoor. Tering, die is vet. Weet je, ik kijk toch even een ander petje. Oh, dat is een verkeerde. Pets. Hou we nog hoor. Ja, perfect. Doe ik. Nee. Jezus, het kost 14.000. Ja, ben je gek. Ja, fries. Fries. Perfect. Nee. Het ziet er fucking vet uit dit ouwe. Allemaal hamburgers. Zal ik dit gaan kopen? Dit is wel vet. Zo. Ik sla dit wel pas op. Nee, ik zie als ook Arena War Glass zijn houden. Nee, gelukkig maar. Anders word ik helemaal wild. Nou, ik vind die schoenen fucking vet, dus ik ga mistje doen. Ik haal een paar vijf. Nee, weet je wat, ik ga ook geen jobjes doen. Ik ga ook niet meer dingen laten zien, want dat heb je er wel vast zeker wel gezien. Zo niet laten weten naar reacties en dan laat ik wel een andere video zien, want ik denk even gaan stompen. Oh. Want ik heb een nieuw autootje gekocht. Blij. Ik heb alleen hoor is er. Blij. Ik heb een jobje gedaan. Die zijn nu blij. Outfitje gekocht, die zijn blij. Ik heb een tour gedaan, die zijn blij. Ik vind dat een klootzak. Nou ja, vond je deze video dan tof? Doe nog even een duimpje omhoog. Vergeet natuurlijk niet te abonneren op mijn kanaal. Hier beneden of hierboven. En dan zie je bij de volgende video.